Goedemiddag, zusters. Goedemiddag, zusters. Valt het te lachen? Dit is meneer Hoving, dokter. Dit is zo'n grappige man. Ik ben Michiel Hoving. Hoezo bent u grappig? Ik maak tekenfilmpjes. Over Varkentje Rund. Die zijn echt hilarisch. Varkentje Rund? Dat is het tekenfilmfiguurtje. Ja, en het is een varkentje. Maar hij heet Rund. Hilarisch, hè? Vindt u? Ja. Nou, ik ben dokter, maar ik heet Visser. Dat is toch ook heel grappig? Nee, dokter, dat is echt beduidend minder. U heeft echt minder humor dan meneer Hoving. Ja, dat is ook logisch. Want grappig zijn, dat is natuurlijk zijn beroep, hè? Ah, u haalt de dingen door elkaar. Huh? Ja, meneer maakt iets grappigs, maar dat wil niet zeggen dat meneer zelf ook grappig is. Mm. Ik bedoel, u moet lachen om Varkentje Rund, maar dat is een bedacht figuurtje. Dat zegt niks over meneer zelf. Niet? Oh. Integendeel, ik vind meneer zelf vooralsnog nogal saai. Maar dat komt omdat ik in een operatiekamer ben. Ik ben ook in een operatiekamer. Ik ben toch ook niet saai? Sterker nog, ik denk dat ik grappiger ben dan hij. Oh ja, ja, ja. Het is geel met een rokje. Een kanariegietje. Hoe heet de plas van een gymleraar? Gympies. Ziet u wel hoe makkelijk het is? Dan heb ik niet eens een tekenfilmfiguurtje meer nodig. Nee, dat is wel waar. Ja. Let's go. Waarheen? Naar een lekker terras en dan trek ik mijn hele moppetrommel open... en laat ik u de billen uit de broek lachen. Maar je kunt me niet zomaar hier laten liggen. Probeer daar nou maar eens de humor van in te zien, meneer. En als dat niet lukt, bedenkt u maar een nieuw avontuur van Varkentje en Rund... om u zelf aan het lachen te maken. Knar, knar. Oh.